Zijn we het nu eens over tempo? Ik bedoel, ja, voor mij is het, klinkt het een beetje zo van... Oh, ja, vind ik ook. Een beetje te bedaagd, hoor. Net één, twee streepjes Een klavierstimmel is zo'n precies instrument. Als ik één toon speel, en ik speel een beetje langzaam, is hij al ongelijk. En als we dat met z'n vieren doen, heb je vier ongelijke tonen. En om dat mooi samen te krijgen en vier individualisten die hier zitten, toch zo te laten spelen dat het samen werkt, dat is een uitdaging. Hè? Wat een klavierstimmel in een orkest doet, is een soort energie geven, een ritmesectie. En als je dat keer vier doet, ja, dan gebeurt er dit. Het is een soort van entertainmentmuziek. Hè? Ja, eigenlijk is het leukste voor ons om het samen te spelen. En ja, die mensen die daar koffie zaten te drinken of in dat café House Zimmerman, die hebben er natuurlijk ook van genoten. Maar het was natuurlijk vooral om dat met je vrienden of met je kinderen of met je leerlingen te doen. Ik bedoel, dat is een feestje. Hij was duidelijk een Vivaldi-liefhebber. Ik bedoel, hij heeft heel veel van die concerten bewerkt. En dit vond hij wel een goede vondst en dat vinden wij eigenlijk ook wel. Nou, omdat hij dat vioolconcert van Vivaldi zo leuk vond, denk ik. En hij wou dat eigenlijk met zijn jongens spelen, met zijn leerlingen, op vier klavierstimmel. Want er waren geen violisten, maar er waren klavierstimmel. Een enorme energie komt er doordat het toch best wel een scherp instrument is, het klavierstimmel. En dan met z'n vieren, dan zet de boel wel on fire. De verhouding ook steeds anders. Hè? Je hebt dit klavierstimmel begeleid door die door die en andersom. Het is elke, toch is Bach echt een wiskundige. Ik denk ook niet dat Bach dan speciaal bijvoorbeeld de eerste partij gespeeld zou willen hebben. Ik denk dat hij het echt voor zijn zonen en leerlingen heeft gedaan om ze speelmateriaal aan te reiken. Dat zie je sowieso in het hele klavieroeuvre van Bach. Hè? Heel veel daarvan is voor pedagogische doeleinden geschreven. Het is eigenlijk D-klein wat het is. Ja, omdat je... Padam, 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 padam. Dan komt het pas op zijn toonsoort terecht. En dan eindig je de A. Vijfde trap, zoals we dan zouden zeggen tegenwoordig. En dan...